Emmeloord en omstreken vormden vandaag het decor voor de 8e editie alweer van de triathlon Noordoostpolder. Met diverse afstanden voor elk niveau. De wedstrijden werden dit jaar voor de eerste keer gehouden vanaf het evenemententerrein aan de Mark Nesserweg. En dat beviel uitstekend. Ja, ik bedoel, 7 jaar op een bepaalde locatie in het centrum van Emmeloord en nu dan de eerste keer op een nieuwe locatie. En ja, met het weer erbij en hoe het er allemaal uitziet. Ik bedoel, dit hadden we niet kunnen dromen eigenlijk. Want de triathlon Noordoostpolder is enorm populair met een record aantal deelnemers van 1040. En dat is een fikse stijging ten opzichte van de 500 van vorig jaar. De halve afstand die trekt natuurlijk nieuwe atleten. En natuurlijk de Hartstichting die heeft met 125 teams brengen die ook ruim 400 atleten. Of gewoon normale mensen zoals jij en ik zou ik bijna zeggen op de been. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Nieuw dus dit jaar was de Trihardlon, de gezinsmarathon in samenwerking met de Hartstichting, die zeer in trek was. Wat ook nieuw is, is dat we dit jaar aanhaken op een bestaande triathlon. Waarbij we ook meer echte triatleten bereiken die het ook leuk vinden om 's middags nog een keer met hun gezin een rondje te doen. En al die deelnemers aan de triathlon proberen natuurlijk zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Hartstichting. Omdat we vorig jaar 100 deelnemers hadden, hebben we 10.000 euro opgehaald. Nu hadden we gehoopt op 200, 300 deelnemers, maar het zijn er 400. Dus de doelstelling was 30.000, maar daar zitten we nu al overheen. Dus misschien dat we straks de 32.000 aantikken. Boven alle verwachtingen. Zeker. Het was warm vandaag in Emmeloord en een triathlon afwerken in die verzengende hitte is natuurlijk behoorlijk afzien. Alhoewel sommigen daar niks van wilden weten. Zo meneer, hoe gaat het? Ja, lekker, super. Zwemmen, lekker cool. Dus prachtig parcours, geweldig. Maar nu het fietsen, dan begint het echt afzien hè, bij 30 graden. Lopen wordt het echt afzien, maar warmte kun je dan slecht kwijt. Maar we gaan het zien. Is het geen gekke werk? Is het niet veel te warm? Nee. Gewoon doen. Niet te veel praten over die warmte. Gewoon fietsen. Nee. Ja? Succes hè? Yo. Het koningsnummer, de halve triathlon, werd uiteindelijk een prooi voor Edwin Dasselaar uit Maastricht. Verwarrend, zo dat ik net is. Kijk, nou echt, jij in dat lopen. Zo ontzettend warm dat op een gegeven moment, je kan gewoon niet meer pushen, niks. Het is gewoon overleven. Is het niet gekke werk onder deze omstandigheden een halve triathlon afwerken? Absoluut. Dit is echt de meest warme halve triathlon ever die ik ooit heb gedaan. Maar godsam, wat ben ik blij. Oh, die finish dat duurt dan zo lang op een gegeven moment. En ieder rondje wordt het warmer. Oh, er is geen einde aan te komen, maar fantastisch. Oh.